Karin Joon hier en het is bijna kerst, toch? Een beetje. Nou, hoe dan ook. Ik had deze prachtige glazen kerstballen in handen. En ik zat te denken wat ik ermee zou doen. En dit is wat ik ervan gemaakt heb. En ik laat jou heel graag in deze video zien hoe je het zelf ook kunt doen. Het is niet heel veel moeilijk. Er zit wel een stukje handlettering in. Dus dat is misschien een beetje oefenen. Maar de meeste van jullie zijn daar al lekker mee bezig. Dus het zal vast iets moois worden. Ik heb erop geschreven The Magic of Christmas. En ik laat jou zien hoe je het dus zelf kan maken. Maar hoe leuk zou dat zijn om dit te maken met de naam van jouw kindje of iets dergelijks of een andere mooie kerstwens. Ik had dus deze glazen, echt glazen kerstballen. Ze komen van doading.nl. Daar kun je ze kopen. Toen dacht ik, wat ga ik er nou mee doen? Glitter erin, pailletjes. Ja, is wel leuk, maar die zinken zo naar de bodem. Dan zitten ze alleen op de bodem omdat ze zwaar zijn. Toen dacht ik van, ik wil het kleuren. Dus ik nam alcoholinkt. Dit is een oude die ik ooit ergens vandaan heb gehaald. Nog nooit van het merk eerder gehoord en daarna ook nooit meer. Maar goed, met een beetje gedenaturaliseerde alcohol. Gewoon bij de drogist verkrijgbaar, 90%. Een beetje in een bekertje en wat druppels van de alcoholinkt erbij. Daarmee verdun je de alcoholinkt en wordt het een mooi licht kleurtje. Is vaak toch heel fel van kleur, die alcoholinkten. En ik liet ook het balletje uitlekken op een klein bekertje. En ik had haast door, dus ik heb het niet genoeg laten drogen. Het heeft even een tijd nodig. Ik denk een kwartier of zo om goed te drogen. Maar dan lekt de overtollige alcoholinkt lekt eruit. Toen heb ik gedacht van, nou, ik wil ook wat glitter. Dus ik nam wat witte glitter. Ik heb silhouette glitter genomen van mijn silhouette snijmachine. Maar elke lichte glitter is heel mooi hierbij. En vervolgens heb ik weer geprobeerd die pailletjes erin te doen, maar dat lukte niet. Maar hoe dan ook, de glitter die strooide ik er dus in en vervolgens verdeelde ik dat dus in de kerstbal, zodat het overal in de kerstbal aan de binnenkant terecht kwam. En het plakte dus automatisch op de alcoholinkt die nog niet droog was. Toen heb ik een stuk cellofaan genomen dat een paar keer dubbel gevouwen en in reepjes geknipt en erin geduwd. Heel mooi effect als de bal nog niet gekleurd was. Maar nu zag je er niet genoeg van. Dus ik wilde blauwe slingers of blauwe van die strookjes hebben. Dus ik zocht naar een andere alcoholmarker, gewoon een permanent marker. Bleek dat hij het niet meer goed deed. Dus ik heb de stift van de marker helemaal gesloopt. Ik wilde per se blauw. Dus ik heb hem helemaal gesloopt en het watten eruit gehaald. En mijn mes werd helemaal blauw. Of mijn schaar helemaal blauw. En vervolgens was ik op zoek naar een pincet. Dat is helemaal blauw geworden. Uiteindelijk zijn ook mijn vingers blauw geworden. Maar ik wilde per se gewoon blauw cellofaan. Ik wilde blauwe reepjes in die kerstbal, want ik wilde dat je het zag. Omdat het natuurlijk roze was, kon je het niet zo goed meer zien. Dus dit is de meest verschrikkelijke manier die je ooit hebt gezien om een stuk cellofaan te kleuren. Neem gewoon een goed werkende marker. Goed, je kan met die alcoholmarkers, kun je gewoon permanent markers dus, kun je bijna alles kleuren. En vooral cellofaan en glas en zo. Het werkt gewoon heel mooi. Dus, nou goed, het was een soort van blauw. En heb ik het ook in een paar keer dubbel gevouwen en in reepjes geknipt. En vervolgens heb ik dat zie je straks, ook in de kerstbal geduwd. Mijn gereedschap kreeg ik makkelijk weer schoon met een beetje alcohol op een watje. En echt geweldig hoor, het alcohol in huis hebben. Niet om te drinken, daarom heet het gedenaturaliseerd. Je zou er echt werkelijke dood aan gaan, 90%. Echt afschuwelijk sterk, maar heel leuk voor crafting. En zo kun je hele leuke effecten mee verkrijgen. Ook leuk om te druppelen op je natte waterverf. Moet je kijken wat een geweldig effect je dan krijgt. Hoe dan ook, toen ik alle reepjes in de bal geduwd had en het dopje zeg maar er weer op, had ik dit prachtige effect. Leuk is dat, hè? Het is gewoon mooi zoals het al is. En het is leuk om te experimenteren met allerlei kleurtjes. Kijk naar mijn vingers, is het niet erg? Nou, mijn kerstbal was mooi. Dat is belangrijk. Oké, kijk hoe ik die vingers schoon krijg. Ik weet het niet. Nou ja, hoe dan ook. Het volgende wat ik wilde doen is hier natuurlijk iets op schrijven. Ik zou geen Karin Joon zijn als ik er niet op zou schrijven. Dus ik gebruikte eerst wat ruitenreiniger om mijn kerstbal schoon te poetsen. En vervolgens heb ik een Uni Chalk Marker gepakt. Die is echt geweldig. En ik zal je vertellen waarom. Hij werkt heel mooi dekkend wit op niet-poreuze ondergronden. Hij schrijft echt heerlijk. En het leuke ervan is, hij is niet permanent. Dat betekent, je kan er, als hij droog is, met je vinger overheen. Als je niet te hard drukt en poetst, dan blijft het allemaal netjes erop zitten.
Maar als je foutjes hebt gemaakt of als je gewoon helemaal opnieuw wil beginnen of je wilt het hele ding weer schoon hebben, dan pak je gewoon een nat doekje met water en dan poets je alles er zo weer af. En dat hele mooie niet-permanente of dat niet-permanente aspect daarvan maakt dat ik echt daadwerkelijk met die markers op van alles en nog wat aan het schrijven ben thuis. Echt helemaal super. Maar op die manier kun je dus met je een beetje handlettering, kun je echt een geweldig leuke persoonlijke unieke boodschap of tekst of tekening op jouw kerstballen plaatsen. Dus hoe leuk is dat? Nou, ik hoop dat ik jou heb mogen inspireren om zelf ook aan de gang te gaan. Je weet waar je ze kan vinden bij doading.nl. Ze zijn van echt glas. Dus een beetje voorzichtiger mee lijkt mij niet iets voor de kinderen om onbeheerd mee te aan de slag te gaan. Dus even samen, maar wel heel leuk om te doen. Mijn naam is Karin Joon. Je vindt mijn leuke crafting en alles op makerismee.nl. Ja, makerismee.nl. Oh, je vraagt je zeker ook wel af, hoe krijg ik dit voor elkaar? Hoe leuk is dit, hè? Oké, wat ik heb gedaan is, ik heb gewoon het ledlichtje van mijn telefoon genomen. Het licht uitgedaan in de kamer. En vervolgens de kerstbal boven het ledlichtje van mijn telefoon rondgedraaid in mijn handen. Heel simpel dus. Maar het lijkt mij dat dit ook het effect moet zijn straks, wanneer de hele kamer in sfeerverlichting gehuld is en de lichtjes in de kerstboom zijn aan en je kerstballen hangen daar voor die lichtjes. Hoe mooi is dat? Vind je niet? Echt super. En je kan die kerstballen natuurlijk helemaal naar eigen smaak inrichten, zeg maar. Ik heb nog twee andere kerstballen, dus ik ga nog verzinnen wat ik daarmee ga doen. Ik doe bijna nooit twee keer hetzelfde, dus ik wil weer iets heel anders. Geen idee wat het gaat worden. Vast wel iets waar ik weer op ga schrijven. Maar hou het even in de gaten, dan deel ik dat ook met jou wanneer ik daarmee klaar ben. En ik wens jou nu alvast geweldige kersttijd. Oké, ik lach, want op het moment dat ik dit opneem is het 8 november of zo. Maar het komt snel genoeg dichtbij, hè. Dus heel gezellig, maar het is wel heel leuk om nu al te verzinnen wat we allemaal gaan maken en wat we allemaal gaan doen, enzovoorts, enzovoorts. Ik kom nog op de proppen met wat andere leuke maakdingetjes in de komende tijd, dus hou het in de gaten. Hoe dan ook, mijn naam is Karin Jong en superleuk dat je gekeken hebt. Ik zie je heel graag in een ander project kijk even op mijn website karinjoon.nl, makerismee.nl. Daar vind je alles en meer van wat ik maak en deel. Schrijf je vooral in voor mijn nieuwsbrief, want dan hou ik je ook op de hoogte van leuke nieuwe dingen. Hartelijk bedankt voor het kijken en tot een volgend project. Hoi hoi!